En van harte, goedemiddag. We zijn er weer live vanuit Palmentuin. We gaan dus dan live flitsen doen van Kitty Kotti. We hebben Riffelplein gedaan. Daar heeft u dus dan de activiteit gezien. En nu zullen wij dus dan een kijkje nemen in onze eigen Palmentuin. Wanneer we over Kitty Kotti praten en zulke dagen, dan heb je dat Palmentuin altijd druk is. En mensen komen naar hier om dus dan met elkaar bezig te zijn. Alain Ushuamati en Shamati. Dus dat alles zullen wij dus dan zo een beetje meenemen. We brengen de sfeer vanuit Palmentuin voor jou. Ik moet zeggen dat de drukte wat een beetje op is gekomen. We hebben veel meer mensen gezien dan vanochtend toen wij dus dan live waren. Dus de mensen beginnen dus dan nu al naar de stad te komen en dus dan te genieten van Kitty Kotti. Wij gaan dus dan proberen enkele mensen te spreken. Op de horen van hun wat ze dus dan vinden van deze mooie dag. Ik heb wat bands gezien, dus waarschijnlijk zullen er bands hier zijn. Mensen gaan dus dan zingen. Dus het wordt dus dan heel mooi hier bij Wakapassi live. Fuego. En zo gebeurt het allemaal hier. Er is live vanuit deze plaats. Live vanuit deze plaats. Dit is DTV. Hallo, hoe gaat het met jullie? We hoeven niet op camera. Jullie zijn al op camera, dus. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet nog? We lopen weer door. Jullie zijn vakantieganger. Hey. Nee. Ja? Die willen niet op camera komen. Nou weet ik niet waarom, maar ze zullen dus daar hun reden hebben. Maar het is wel de sfeer in Palmentuin. Toch wel wat mensen op de been. Niet wat je zou verwachten van een 1 juli, maar ja, mensen zijn toch opgekomen om te genieten van 1 juli. Ik zie meer tieners. Waarschijnlijk de grote groep komt dus dan wat later. Maar die zullen wij dus dan zeker wel meenemen. Live vanuit de binnenstad van Paramaribo. En we doen dus dan live flitsen van Wakapassi. Ik zie allerlei mensen hier. We gaan nu echt gesprekken aan hoor. We gaan nu echt gesprekken aan en mensen spreken over de dag. Yes. Meneer, goeiedag. Hoe gaat het met u? Goed. We zijn live. Dit is DTV. Ja, ja. U bent in de binnenstad. Ik neem aan, niet zomaar. Nee, gewoon in de stad. U woont zelf in de stad? Ja, ja. Ja. Maar in Palmentuin, die woont niet in Palmentuin. Nee, 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 nee. Wat doet u hier? Een wandelingetje. Ik was bij Kwaku, dus ik loop even hierheen. Ja. Kitty Kotti, wat betekent dat voor jou? Ja. Het is een belangrijke dag voor Suriname. Afschaffing van de slavernij destijds. En, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal voorbij is. Want... vooral nu het niet zo goed gaat in het land, hè? Mm-hmm. Dan zet je toch aan het denken. Kijk, ik ben 30 jaar weg geweest. Ik ben 30 jaar weg geweest. Ik ben al 18, 19 jaar terug. Ja. Ik heb het nog nooit zo slecht ervaren in Suriname. Opkomst, hè? Mm-hmm. Nee, ik bedoel Suriname zelf. Ja, ja, ik heb het nog nooit zo slecht ervaren. Maar ik heb geen keus. Ik heb de beslissing genomen. 74 vertrokken. Ja. En 2004 terug. Dus hier ga ik eindigen, hier ga ik doodgaan, hier ga ik worden begraven. Maar denk je dat we werkelijk vrij zijn wanneer we praten over Kitty Kotti, Kitty Kotti? Zijn we werkelijk vrij? Nee, ik heb de president net gehoord daar bij Kwaku. En dan, er is nog een hele lange weg. Ja. Er heerst te veel verdeeldheid in het land. Te veel, te veel. Dat is niet goed. Dus daarom, ik heb mijn bedenkingen ook. Als we vrij zijn... kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Ik voel me vrij. Ja.
Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik zat in het buitenland, ik heb mijn huiswerk goed gemaakt. Ik ben teruggekeerd. Omdat ik voel voor Suriname. Hier liggen mijn wortels, daar niet. Nee, en ik kan niet daar blijven totdat ik met een stok begin te lopen om terug te keren. Dus ik heb vroegtijdig die beslissing genomen. Trouwens, dat was mijn gedachte ook toen ik 74 het land verliet. Ik zeg, ik ga voor vooruitgang en dan kom ik terug. Kijken wat ik zelf voor het land kan betekenen. Ja. Heel veel succes. Oké, okay, dank u. En dan zien we dus dan dat we wat activiteiten hier hebben. Deze mensen komen vanuit Guyana, als ik het goed heb. En ze zijn hier in ons land om dus dan lekker de mensen te vergasten op 1 juli. Goeiedag. Geniet u van de muziek? I love this. Why do you love this? The rhythm, and it's so upbeat. Yes. This is our first time getting to observe Keti Kodi and how the people celebrate it here. Okay. It's wonderful. The culture of this country and the natural beauty is amazing. Okay. Do you know which day is today? It's Keti Kodi, right? It's Emancipation Day. Okay. And you love to be here in Suriname? Yes. Yes. We've lived here for 3 years and we really like it. Can you speak Dutch, but you left here for 3 years? In Beche. In Beche. Hey, thank you. Thank you. Yes. Yep. How are you? I'm American you too. You also speak English? Yes, yes. You with vacation or you lived here? We live here. Okay. Yeah. For 3 years now? Yeah. And you can speak Dutch? Yeah, ik praat een beetje Nederlands. Geniet je van Keti Kodi? Do you enjoy Keti Kodi? Yeah, I do. I like the drums. Very nice music. Have a nice day. Thank you. Ja, en ze leven al 3 jaar in Suriname. En ze kunnen nog steeds geen goed Nederlands praten. Dit zijn de boys vanuit Guyana. Ja, en dat was heel kort. Dat hebben ze heel kort gedaan. Ze hebben dus dan zo'n beetje hun kunnen getoond. Ze komen vanuit Guyana. En nu we geen Surinaamse optredens hebben, doen de Guyanese het voor ons. Want ik heb echt geen één Surinaamse band gezien hier in Palmetuin. Normaal heb je dat ze dus dan komen en ze doen hun ding. Maar niet eens zo'n Kawina-band. Parkeer ergens, dat biedt ook Nakwansan gewoon rustig. Hebben we niet gezien dit jaar. I don't know waarom, maar ja, dat is de sfeer. Dat is wat we hebben, wat we zien hier in de Palmetuin. Dat is live vanuit deze locatie en we proberen dus dan de sfeer te brengen voor jullie. Er is DTV. Hallo, goeiedag. Hoe gaat het met je? Goed, en met u? Fijn, we zijn live nu op de televisie. En geniet u van Keti Kodi? Ja, zeker, tot nu toe wel. Ja. Weet je wat het inhoudt? Ja, afschaffing van de slavernij. Ja. Mm-hmm. Ben je Surinaamse of? Nee, ik ben half Nigeriaans. Oké. Ja. En ik kom vanuit Nederland dus? Ja, klopt. Mooi. Ja. En hoe beleef je Keti Kodi in Suriname?
Ja, ik ben er net, maar ik vind het in ieder geval heel mooi om iedereen zo met elkaar te zien. Alle families, iedereen is vrolijk, blij. Dus tot nu toe positief. Heb je zulke dagen in Nigeria? Nou, ik moet zeggen, dat wordt anders gevierd, maar het lijkt wel heel erg op elkaar. Ook met de cultuur, ook met de pangies, het samen zijn, dus ja. Wat vind je het leukste in Suriname? Het leukste? Los van die heren hoor. Nee! Het leukste, ik denk dat iedereen zo zorgzaam is. Ja, ik denk dat ik dat het leukste en het mooiste vind. En dat eten? Het eten sowieso ook, ja. Ik heb hier wel Surinaamse kilo's bijgekregen. Je moet weer gaan sporten wanneer in Nederland. Ja, klopt. Maar wat neem je zeker wel mee als je naar Nederland gaat? Zo positief kunnen zijn, ja. De no-span cultuur, dat ga ik meenemen. Super, ja. Dankjewel hoor. Geen dank. Fijn deze dame even te spreken. Die geniet natuurlijk van Kitty Kotti. En ze is op vakantie, half Nigeriaans. En we zijn nog altijd live vanuit Palmentuin. Kitty Kotti viering. Er worden foto's gemaakt. Mag ik ook in de foto? Mag ik ook in die foto? Mag ik ook in die foto? Natuurlijk. We zijn live, hè? Yes. Hey. You speak English? Ik sprak Nederlands. Oh, je praat Nederlands. Portugees en een beetje Saradatong. Een beetje Saradatong hoor. Ja, maar niet zoveel. Je Tanja? Ja. Je woont hier in Suriname? Ik woon hier in Suriname 28 jaar. Zo, dan moet je Nederlands kunnen praten. Man. Ja, ik kom uit Brazil. Oké, okay, en waarom ben je 28 jaar lang in Suriname? Want dat is mijn tweede land. Wat? Mijn tweede land. Jouw tweede land. En Brazil is je eerste? Is die eerste, waar? Natuurlijk omdat ik ben daar geboren, maar ik kan niet meer daar blijven. Dus je bent hier? Voor altijd. Ja, en je viert Kitty Kotti. Ja. Weet je wat het inhoudt? Ja, het is de vrijheid van de slavernij. Ja. Mm-hmm. En je voelt je vrij? Altijd. Vooral wanneer je met God bent. Dus je bent met God? Natuurlijk. En met een christen? Ja. Ik ben een christen. Super. Ja. En dan voel je je dubbel vrij? Zeker wel. wat heb je het leukst tot nu toe gevonden in de stad? Ik vind het alleen een beetje... hoe ga ik dat zeggen? Ik vind alles leuk. Mm-hmm. Maar die drukte is natuurlijk... Ik vind het een beetje minder dan die andere jaren. Ja. Omdat sinds wanneer ik hier in Suriname ben... En ik de eerste maar Kitkut ben ik komen vieren... Het was echt druk, maar dit, ja. Maar... Waaraan denk je dat het ligt? Misschien zijn veel mensen nog bang voor die COVID. Ook van de economische situatie. Monino de. Ja, die mensen blijven gewoon thuis. Yes. Ja, ja. Dat is wel jammer, hè? Ja, ik vind het wel jammer, omdat er is iets dat je... Enkel moet je elke dag, niet alleen op 1 juli, maar moet je elke dag de vrijheid voelen. Ja, inderdaad. Wij voelen ons vrij. En ik hoop het zo dat het zo blijft. Ja. Fijne dag hoor. Ook voor jullie. En dankjewel voor je vriendelijkheid. Nou, niets te danken. Fijne dag verder. Zeg iets in het Portugees. Zo, ik desejo a todos, a Surinamese, a toda nação surinamese. Dia muito próspero e abençoado, com muita paz, muita saúde e libertos de tudo aquilo que ainda vos prende. Meu cameraman heeft niets begrepen. Meu God! Moet vertalen. Ok. Ele versat ali, mas era uma casa. Ok. Ik wens jullie allemaal een dag vol met vrijheid en alles wat nog jullie en jullie zelf hebben, dat jullie nog vast bent. Kan je loslaten? Geweldig. Dankjewel. Dankjewel. En dat hebben we gedaan. Fijne dag hoor. Heel mooi, spontaan zo. Iemand die ons een beetje kan vertellen. Dag dames, hoe gaat het met jullie? Heel goed. Heel goed. Ja, maar ik hou niet van interviews. Ik hou ook niet van mensen die niet praten. Oké, is goed zo. Zijn we bijna niet erop één lijn, hè? Ja? Mm-hmm. Wat weet je van Kitty Kotti? Heel goed. Wat is goed eraan? Ja, en sommige mensen zijn gewoon niet gediend wanneer het gaat om camera. Die noemen qua televisie. Ja, maar dat moet je respecteren hoor. Als iemand zegt van, weet je wat, ik wil niet op televisie. Dan respecteer je dat. En dan ga je verder. Als ik is de bok, ba.
Maar ja, we zijn het al gewend hoor. Ik bedoel, het moment dat iemand zegt van Minowani, dat is Manowani. Hoe dan? Hoe vaak? Ja, televisie live. Adita proef, kudi ketikotjak. Ja, ze kiezen te tam qua 1 juli. Hai. Ik moet pas broeken pond. Ik moet pas samaka. Samaka. Zij samaka. Ik zie. Hai. No, Adita suti dai. Adas kiezen ze van deze met haar katalon tom ze haar katalon tom akinam tafia wa pivis. Ida wa hase mu. So no. No gantang fit. Guys, ida wa hase mu. Adi kapiki deze met samaka. Ik heb gekregen van mijn zoon, ik heb 1 juli, dan is het 1 tussen, van kwaki. Van Moussoufai, van ik heb je gevoel staat hoor. Samakata van Moussoufai hoor. No, tei wa suti daka, mofa. Oké, abu no gantange fi. Ise, tei wa suti daka to. Je moet passen 1 juli, boom boom. Ise. Ai. Okay. Ik heb geprobeerd. Mevrouw, je bent te mooi om niet op de camera te komen, hè? Hoe gaat het met je? Dag mevrouw. U kunt me niet zeggen dat u niet voor de camera wil komen. Hoe gaat het met je? Dat gaat. Je hoofddoek is mooi, alles van jou is mooi. Ja. Ja. Maar. Wat vind je van Kitty Kotti? Eigenlijk. Kan ik echt niet zo zodanig over Kitty Kotti praten, omdat ik... Rauw? Ja, toch wel. Maar ik ben Maron. Uh-huh. En ik was eerder vrij. Uh-huh. Dat was 10 oktober, 70 zoveel, weet ik veel. Uh-huh. Maar omdat het vandaag een nationaal was, nationaal geweest op 1 juli 1863, uh-huh. Dus daarmee lopen mee. Uh-huh. Maar in Oshim nou weer, nou een beetje kotomi weer. Meer microsis aan mijn werelijk wang. Afrika, maar een nengere pching, een free map pching. Dus jullie dat vier maken? Vier mede. Zijn jij boos op? Wel, mijn boos op naar de gemeenschap toe na. Eenheid vormen. En dat hij ontbreekt in je samenleving voor Sana. Kan ik het in het ook kans doen? Ja, alsjeblieft. Wie tak je ook aan die zin doen, dat moet je die bakken. Als voor mokkissie qua wang. A bondu fu kwa wan eke busikonde e pikin. Cho u bondu da de ta wan sefyo sita ki de mu bondu tu. Wan ta bondu ne na tanga pisi fu waini sana konde. E fu busikonde e bondu fu so wi so. De ta nenge eke u sefyo bondu tu. E fu ilu kwa u na tanga pisi fu a bondu. A u mu bondu da la sanigo eke famgo. Dati mushi. Gantagi fi. Moswa den bala. Teke adei. Okay. Mooi, iemand praat hier over mijn Saramakaans. Ik ben geen Saramakaner hoor. Ik probeer de taal te spreken omdat ik ben dichtbij een Saramakaner. Dus ik kan bepaalde woorden wel goed uitspreken. Dus het Saramakaans is een hele mooie taal. Moeilijk om te spreken als je me dat vraagt. Maar het is een van de mooiste talen die we hebben in Suriname. Dus als je het kan praten, tenminste zoals ik het maar een klein beetje kan praten, dan zit je goed. Maar goed, we gaan lekker eens verder. Dit is DTV Live. We gaan nu richting Wakapassi. Want ook bij Wakapassi zien we dat er zaken hier gebeuren. En mensen dus dan lopen en hun ding doen. De zon is best wel fel hoor. De zon is best wel fel. Maar we proberen dus dan de sfeer voor jou te brengen. Geweldig. Mooie mensen allemaal hoor, als je me dat vraagt. Trans-Surinamers zijn fantastische mensen. Misschien kunnen we inbreken hier. En dan met deze mensen even chatten. Hallo allemaal, goeiedag. Ja, ik ben van de tv. jullie kennen ons. Hoe gaat het met jullie? Alles gaat er. Rustig. U zegt het zo, lijken. Te rustig zelf. Genieten jullie van Kitty Kotti? Jawel. Ja? Jawel. Zijn op vakantie? Nou, ik niet. Hun wel. Jullie wel? Ja. U bent op vakantie? Jawel. En u wilt niet praten? Jij bent gewoon. Wat moet ik zeggen? Nee. We gaan niet gewoon. Jij praat, zij praat wel. Zij wil wel praten, maar zij is hard horen. Hard horen? Ja.
ze hoort een beetje slecht. Okay, slecht, dus ze hoort niet zo goed. Niet op YouTube. Maar u bent al op televisie, mevrouw. Oh. Uw mooi gezicht is al op televisie. Wat vindt u van Suriname? Je bent op vakantie. Nou. Ja, dat is lekker. We hebben lekker weer gehad. We zijn nog geen week hier. Alleen maar de zon. Ja. Geen regen. We zijn pas 3 dagen hier. Ja, dus we hebben nog niet zoveel gezien. Gezellig. En jullie drinken energiedrank. Dat wil zeggen, jullie besparen energie of jullie proberen energie op te wekken. Waarvoor? Klopt. Voor? Gewoon om het weer door te brengen die dag. Vandaag als vandaag. Hebben jullie al gegeten? Nee, heb je wat eten voor ons dan? Dus wat willen jullie eten? Bami. Bami is te allerdags. Ja. Soto. Soto is ook lekker. Deze man is rijk, hij gaat jullie... mijn cameraman. Hij zoekt ook een vrouw. Wie is hier beschikbaar? Wie? Niemand? Niemand. Laat ze praten. Nee, maar... Hij moet tellen praten. Nee, hij kan ons zoon zijn. Hij kan mijn zoon zijn. Hij houdt van Bigisma. Weet je die jongens die van Bigisma houden? Kan dat boy van Chirming? Die jongens die van Bigisma houden, dat klopt. Ja toch? Ja. Dus het kan wel. Want ik was ouder dan mijn wijle man, dus... Er moet liefde zijn, dat is het. Ik ben 45 jaar en die man is jonger dan mijn zoon. Hij is net 22 of zo. Daar. Kan mijn kleinzoon zijn, want mijn kleindochter is 26. Maar ik zou best wel erbij passen. Nou, ik heb mijn vinger gekeken. Dan weet ik niet hoe oud je bent. Dankjewel, ik plaag jullie wel. Ja, weet ik. Ik vond het heel leuk om met jullie te praten. Alle respect. Oké. En ik volg je. Oké. Okay. Ja. Goed zo, leuke mensen allemaal. Ja, Jezus Lobuja ook toe. Hey, Feigo. Aigo, brada. Ik kies ervoor om op deze dag het woord te verkondigen. Yes, broer. Voor ieder die geïnteresseerd is. We weten dat men is komen feesten. Maar er zijn ook mensen die op dit moment hulp zoeken. Ze zijn zoekende, ze zitten met vragen, ze komen feesten, maar ze lachen eigenlijk niet in hun hart. Dus we zeggen ze, en ieder die belangstelling heeft, die geïnteresseerd is, die bemoedigen we met het woord. Jezus is de enige verlosser en hij kan redden. Jezus Kotti a echte kitty. Amen. Amen. Ik zei iemand daarnet, die is ook christen, je bent dubbel bevrijd. Yes, amen. We zijn dubbel bevrijd. Toen van slavernij, menselijk. Maar ook als we Jezus Christus in ons hart nemen als ons verlosser, dan zijn we ook geestelijk bevrijd. Jezus is pur ala hibi. Amen. Tot hoe laat staan jullie hier? Zo. Dus we zijn al een hele tijd hier. We zouden in feite straks stoppen, dus 3 uur. Maar we gaan ook een beetje rondlopen, daar in de straten. Alleen zodat we door weinig te praten, dat mensen ook gewoon kunnen lezen. Ik geloof dat als ze in hun auto of waar dan ook zijn, dit woord ze ergens kan bemoedigen. Wow. Jezus is de enige verlosser. Yes, amen. Hij is de enige verlosser. Johannes 3 vers 16 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En hij heeft de zonde van ons verzoend, mensen. Amen. En je gelooft dat de boodschap doorkomt? Ik geloof wel dat de boodschap doorkomt. We hebben traktaatjes uitgedeeld. We zijn gestopt met mensen te praten. En mensen hebben geluisterd. Anderen waren van, liever niet. Maar dat is all in the game. Anderen hebben hun leven ter plekke aan de Heer Jezus gegeven. Isabtak meteides matakiluku. Jezus in je leven nemen. Terwijl we evangelisch zijn. Alleen maar update. Als je update die telefoon, je software crash. Nu maak je software crash. Update je schrijf. Takan agado. Doe je zondagsgebed. En upgrade naar agado. En als je vira faya. Dan go bezoek aan gemeente. We nemen de mensen hun namen. We nemen de mensen hun nummer. En we maken dan later weer contact met ze. Geweldig hoor. Yes hoor. Ik zou zeggen, heel veel succes. En may God bless you. Bless you too. Yes. Geweldig. En dat doen we. Meneer, u bent aan het chillen. Yes. Hoe gaat het met u? Goed, heel goed. Heel goed. Mooi. Surinamer, buitenlander. Ik kan het even niet plaatsen. Surinamer. Vakantieganger? Ik ben af en toe hier en ik vind het leuk. Ja. Ik, met alle corona. Mm-hmm. Nu is het achter de rug. So, dit is mooi om te zien dat iedereen een beetje buiten is. We zijn live en de vraag is, voelt u zich vrij? Het is ketikoti. Yes, maar vrijheid komt ook in je hoofd. Hè? Ja. Je moet je ook vrij voelen.
Je moet niet gewoon zeggen van we hebben vrijheid. Je moet je vrij voelen. Ja. En ik voel me vrij met iedereen. Ik voel me Surinamer. En dat op zichzelf is een vrijheid. Hè? Geweldig. Yes. Mooi. Wat is je boodschap? Mijn boodschap voor de gemeenschap is... laten we elke dag proberen dezezelfde feeling, dezezelfde warmte en gemeenschap gezindheid te hebben. Hè? Dat is belangrijk. Super hoor, dank je wel. Thank you. Bye bye. Yes. En dat hebben we ook gedaan. We zijn in Wakapasi. Wakapasi begint druk. En nog drukker te worden. Mensen komen overal. Meneer, u bent aan het wandelen. Ja, zo'n beetje. Ja, met uw gezin? Jawel, vrouw, dochter, kleindochter. Zo! Die hele delegatie is hier. Jawel. Wat vindt u van Kitty Kodi? Oh, prima. Het is een dag die iedereen moet vieren. Niet alleen die mensen die direct betrokken zijn, maar iedereen. Want vrede is belangrijk voor iedereen. Dus, maar voelt u zich vrij? Jawel, zeker wel. Zeker wel. Op alle opzichten hoor. Okay. Dus dat is belangrijk. Ja. Oké. Okay. Iedere dag verder. Ook voor jou. En de hele Surinaamse gemeenschap hoor. Yes. Geweldig. En dat doen wij dus dan live hier. Ik vind dit koppel toch wel rustig mooi zitten. We zijn live op televisie op dit moment. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Het klinkt niet zo overtuigend. Of brandt de zon? De zon is fel. Ja. Jullie hebben ervoor gekozen om even uit huis te gaan. Om te genieten van Kitty Kodi. Waarom? Waarom? Ontspanning. Ja. Ontspanning. Zijn jullie op vakantie of zo? Ja, we zijn op vakantie. Ja. In een lange tijd door Suriname, heb je wat verschil gezien? Ja, zeker. Er is een financieel probleem hier in Suriname. Ja. Ja. Je ziet, Maspasi is altijd druk geweest. Maar als je dat nu vergelijkt met de jaren ervoor, dan zie je een groot verschil. Ja, zwaar. Ja, heel zwaar. Dat is rustig, vind ik. Ja. Wij houden van de drukte. Ja, sowieso. Surinamers, hè? Ulobi djugu djugu. Nee, maar we lachen erom, maar het is heel opmerkelijk. Ik zei het ook aan het begin van mijn uitzending. Het is somber en dat hebben we niet graag. Nee. Ja. Je moet een voorbeeld nemen wat er in Amsterdam gebeurt nu. In Amsterdam, dan kan je daar eigenlijk in het Oosterpark helemaal niet lopen. Zo druk. Ja, maar als je geen geld hebt om de bus te pakken of een taxi te pakken. Dat is het grootste probleem. Ja. Dat is het de meeste mensen hebben het geld al gisteravond uitgegeven. Want gisteravond ben ik een paar plekjes geweest waar het heel druk was. Ja, ja, ja. Weet je, de portemonnee is nou leeg. Ja, ja, ja. Dus dan moet je gaan kiezen. Nou, leeg is het niet. Leeg is het misschien niet. Maar zij gaan prioriteiten stellen. Precies. Ja, want dan moeten ze hun vaste lasten nog betalen. En moeten ze door de hele maand door. Dus ik snap het wel hoor. Ze hebben het heel moeilijk. Ja, maar van afstand. Ja. Van afstand, hè. Denken jullie dat het nog goed komt met Suriname? Nou, we hopen het. We hopen het. We willen geen voorbarige conclusies nemen. We hopen het. Het wordt een zware strijd. Ja, maar... We houden nog steeds van Suriname. Ja. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Ja. Beerja? Ja. Oh, van mij is in Mungo. En van u? Paramaribo. En Mungonees? Ja. Waar van Mungo? Wonoregio. Wonoregio, waar is Wonoregio? Voorbij? Waar de begraafplaats is? Daarin. Ja. Lijnweg. Ja. Ja, mooi. Oh. Ja, ik ben ook van Mungo. Oh, dat is. Tenminste van Kotika. Oh, van Kotikada, ja. Bij Petondro. Ja, dat weten we. Weet u waar Petondro is? Ja, zeker. Ik ben daar geboren en getogen. En ik kan ook een beetje Okaans. Oké, dat kan ik ook niet zo. Niet te diep, hè? Wat kunt u wel zeggen in het Okaans? Zo, dat is moeilijk, hè? Oeweke. Nee, dat is geen Okaans, hè? Dat is er op elkaar. Ja. Hoe is dat, Bala? Faigo. Dat is wel een mooie taal, hè? Bala, Faigo. Aigo, Faigo, ngai. Aigo. Zijn jij tide? Sami jij tide. Bami. Samo. Nanga forumeti. Forumeti moet je zeggen. Ik moet even nadenken. Ja, nee, maar succes hoor, geniet jullie van de dag. Ja, ja, jullie ook, hè. Ja, bedankt. Bye. En een fijne dag. Yes. Super, we zijn live nog steeds DTV. En ja, daar kom je deze bazen van Suriname tegen.
Ja, niet eens. Kijk, kijk als mensen positieve dingen uitspreken, dan ontvang je het toch? Ja, maar een baas is zo'n negatief woord. Ik werk... Wat positief bedoel? Ik werk... deze dag vooral, baas. Baas. Niemand ja, wil een baas deze dag, bro. Oh, man. Ja, man. Hé, hey, hoe gaat die deulie van Kittikot? Ah, zo'n faya mooi. Ja. Maar gelukkig regent het niet. Want hij alleen weken lagen toe. Maar is ook een mooie dag voor bezin. Tak 1. Maar nu zijn we echt vrij. En probeer, dat wil ik meegeven aan de kijkers, probeer voor de in aan vrijheid. Ja. Snap je toch? Ook toe aan mentale vrijheid. If you didn't want presi luku mineta gweli bi roko no nude maar doe geen dingen juist doe geen dingen tegen je eigen zin, doe waarin zeg maar jij zin hebt, want daarvoor hebben je voorouders gestreden. Ja, de man met de woorden, hè, zijn we vrij, zijn we echt vrij? Ik ben wel vrij. Als je vrij wil zijn, ik ben wel vrij. Hoe verklaar je dat? Bo, ik doe wat, eigenlijk om het simpel te zeggen, ik doe wat ik wil gewoon. Ja, man. Houdt dat vrijheid in? Tot een zekere mate wel, denk ik. Omdat je doet wat je wilt, toch? Of, wat is vrij zijn voor jou? Laat me dat. Eigenlijk mag je me geen vraag stellen als presentator, als journalist. Ik hoef ook geen antwoord te geven. Wij hoeven ook geen antwoord te geven op jouw vraag. Nee, maar ik bedoel, kijk, je kan zeggen dat je vrij bent, je kan doen wat je wil. Maar je hebt mensen daarboven jou die mij bepalen die nog steeds naar die je denkt dat je doet, Johan. Maar dat doe je niet wat je wilt, toch? Precies. Als ze bepalen dat je... het systeem het niet toelaat, ik kan proberen of doe Johan niet, maar niet lukt. Welk systeem? Het systeem waarin we leven. Maar dat probeer ik je uit te leggen, toch? Het gaat niet om het systeem en wat die mensen vinden. Het gaat om wat doe je en hoe voel je daarbij. Want als je guauroko de klagen, boy, mijn guauroko bakken, dan ben je niet vrij. Maar als ik op een maand in die tak zo, die deel roko, dan ben je vrij. Dan wist je roko gewoon, maar ik vrij, want vrijheid begint hier zo. Maar je hebt een alibi te langs, zoals mij doet drie voorbanen. Dus zo in je wang goes revi? Zeer zeker, dat ook. Dus maar vrijheid beperkt dat? Natuurlijk, maar zelf daar is het een keuze. Het blijft een keuze. Kopina? No. Voeg me voor een kapina, hè? Ten eerste toch, ik kan het ook onder de broer, is dat zo. Maar, zeg maar, je bent ergens waar, zeg maar, werken. En je bent vanaf 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags daar. En je bent nog steeds ontevreden met je salaris. Bro, dan moet je gewoon stoppen daar en iets anders gaan doen of zo. En ik zeg niet dat het zo makkelijk, maar ik zou wel willen zeggen, er zijn andere opties. Optielij. Dus jij moet gewoon kiezen wat je wil doen. Is dat toch? Zo zie ik het. Ja. Boodschap, kijk ook die boodschap. Eigenlijk hebben we dat alles al gezegd, maar samenvattend, dit op vrijheid, dit op gezondheid en mentale rust is belangrijk. Want in Atenja unap money, dan liever hebben we geen geld, maar wel mentale rust. Want if you no up money en je hebt geen mentale rust, na zoals maar edudondo sani, dan moet DTV Express komen voor go versela nieuws, tak trawan, juk trawan, en de sandat. Mentale rust, dat en is het belangrijkste. Ja, mentale rust, de, misschien lijkt ammoni en kom moro makkelijk. Want iemand denkt moro nuchter, is dat toch? Je gaat met ammoni moro kalm. Ja, man, je dat. Shamoni, je go... Precies, want je bent in je rust. En één ding is belangrijk. Ukot aketi. Nou, maar één ding zeker, ukot aketi. Want het is belangrijk. Mijn actie gaat in een live, bijna 500 mensen kijken nu. Even wat vroegbaar. Jij? Nee. Moeilijke vraag. Ja, maar we zijn gewoon relaxed, man. Ik ben gewoon relaxed, man. Ja, is dat toch? Dus, als sollicitatie kan komen. Als de persoon mentale rust bezit, dat Uwan Luku als sollicitatiebrief. Ik ben management van Flex, dus dan. En trouwens, Flex zelf is ook niet makkelijk, hoor. Dus, Tim, staat toch? Wanneer je komt, moet ik sowieso even checken. Van oké, okay. afchecken. Ja. Zo staat, niet! Je staat ook over inzendingen. Ja, het mag sowieso altijd. Hey jongens, big up. Hey Lobby, big up DTV. Sowieso Flex TV checken, hè. Heat stock content. No this natuurlijk, maar Flex TV. Is dat toch? Klaar. En zo gebeurt het allemaal hier ook bij DTV. We zenden live uit vanuit Wakapassi. En de sfeer is er. Ik wil met deze man praten. Hij loopt zo vrij. Meneer, we zijn live. Ik zei, ik wil met deze man praten, want u loopt zo vrij. Normaal. Bent u zo vrij? Nee. Go. We zijn live op televisie nu. U bent ook live op televisie. Waarom bent u in de stad vandaag?
Zo, even rondleiden maken en dan weer gaan verkasten. Je vier keer het ja, toch wel. Wat houdt het voor jou in? Zo. Wat zal ik zeggen? Het mag niet meer gebeuren. Ja. 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 Dus we moeten ook stevig vaststellen dat het ons niet meer overkomt. Ja. Ja. Dus dat en daarvoor moeten we zelf zorgen. Jazeker. Ja. En dat we even moeten bundelen en dat niet partijen gesplitst worden. Dus iemand gaat daarop, iemand gaat die kant op, iemand gaat die andere kant op. En dan zijn we tegenover elkaar. Dus dat. Veel succes, Brak. Dit is Brak. Geweldig. En dat hebben wij dus dan hier gedaan. We zijn er nog altijd live vanuit Wakapasi. En dit is de sfeer. Niet druk. Niet te druk. Maar ook niet te minder als je me dat vraagt. Hoor. Het is best wel toch te doen met mensen die zijn gekomen. En mensen die op de been zijn. En ze genieten allemaal van wat er hier gebeurt in Wakapasi. Dus als je thuis bent en je zou nog even naar Wakapasi willen, dan moet je dus dan gewoon naar hier toe komen. En ook genieten van de sfeer. DTV Live vanuit de binnenstad van Paramaribo. We doen flitsen, we praten met mensen. We kijken wat de sfeer is. En daarmee willen wij dus dan Dag, hoe gaat het met jou? Goed. Je haar is mooi. Dank je wel. Liever hier voor je gevlochten. Maar nee. Oké. Okay. Je bent op vakantie? Maar 3 dagen. Maar 3 dagen. En dan ga je terug? Naar school. Oké. En wat vind je van Kitty Kotti? Ik vind het leuk. Dat ik gezellig mag zijn met mijn familie. En ja. Ben je werkelijk vrij? Niet echt. Oké, okay, dus je wil nog een beetje vrij zijn. Nee. Veel succes. Nee, dank. Ja, dat is een heel mooi meisje. Dat ook geniet van Kitty Kotti. Yes, nog altijd DTV, live. Feigo, brada. Mijn naam is Jokaigo Shuti. Jij geniet van Kitty Kotti? Ja, maar mijn naam is Sensi. Maar je weet niet naar Sensi, daar foto? Ja. Ik denk dat je lang op je sensie hebt komt zaten. Ik heb actie, is op je sensie. Nee, maar wat heb je van Kitty Kotti als sfeer in de foto? Mijn naam is ook Adeshuti. Ik heb hier naar Ades, maar voor alles shooting, alles aan shooting. En ik denk dat ik vrij werkelijk tegen de situatie in Akondre, hoe vrij? Ja, hoe vrij, maar mijn naam is ook vrij. Alles aan ego shooting, mijn naam is ook. Hoe de voer is. Alles aan ego shooting in Akondre? Wel, ik heb het zo, maar atranga even, maar ook. Ook. En dan je boodschap? Wel. Alasan hem go shooti. Ja. Ja. We koeri we feest, isabito. Ja. Ja, inoma tas dos do tak jos do denki, isabi. Ja, ja, we make moiti. Ja. Ja, tak. No sa no go. Aswali. Abum pa. Tak ki pa. Ja, dat zou shoot die. Je ook doen. Ja. Geweldig en dat hebben we gedaan. Nog altijd vanuit Wakapasi. Er is DTV en we zijn live. En we proberen dus dan de sfeer voor u te brengen en met mensen te praten. Jullie zijn allemaal mooi. Thank you. Ja, kijk, wat jullie voor mij moeten doen is een fijne Kitty Kotti toe wensen aan die mensen. Jullie gaan zeggen, fijne Kitty Kotti, maar dan moeten jullie dat weer al, weet je wat jullie moeten doen. Oké, 1, 2, 3. Fijne Kitty Kotti! Jullie zijn nog mooier geworden. Leuk hè, met de mensen zo in de binnenstad van Paramaribo, dat ze dus dan genieten van wat ze hebben. Hoe dan? Hoe zo kom op? Brok op onder? Nou, Wakapasi. Hé, fijne dag. Het zijn nog maar Paramakaanse kindertjes, als je me dat vraagt. En te zijn in de binnenstad. Dit is de speeltuin. Misschien moeten we even gaan kijken hoe die kinderen spelen. En dan nemen we dat ook lekker mee. Nog altijd live vanuit Wakapasi.
Ja, ook in de Palmentuin heb je een speeltuin. En de kinderen genieten boordevol als je me dat vraagt. Dit is de speeltuin van Wakapasi. En de kinderen genieten van de sfeer natuurlijk. Meneer, u bent vader? U bent vader van een kind hier? Ja, ja, dat klopt. En je doet de oppas, met andere woorden. Je let op de papje. Yes, ja. Klopt. Waar is dat kind van u? Inosabi? Nee. Ik let op hem. Oké. Maar wat vind je van de sfeer? Nou, gezellig. Ja. Mensen vinden dat het een beetje minder druk is dan de vorige jaren. Eigenlijk wel, ja. Met muziek is het leuker, maar ja. Waaraan denk je dat het ligt? Ik weet het precies zo, ik kan niet vertellen. Wat is waar ik de smaak aan moet? Bijvoorbeeld. Nee, maar kijk, als er muziek is, dan heb je sfeer. Maar als er geen muziek is. Geen muziek, hè? Ja. Okay. Maar succes, let op Tjibu, ja. Ja, zal ik doen. Geweldig. En dat hebben we dus dan ook gedaan. De kinderen zijn aan het spelen hier en genieten van alles zo'n beetje hier. We zijn er live uit vanuit Palmentuin. We zijn in de speeltuin van Palmentuin. Ja, dat klinkt mooi. En we praten met mensen over deze mooie dag. Over enkele minuten gaan we dus dan deze live beëindigen. Iemand vraagt hoe het zit met Plein. Ik weet niet hoe Plein eruit ziet. Misschien kunnen we lopen naar Plein, hè? Ja, het zou kunnen. We gaan kijken. Ik denk dat we gewoon gaan lopen naar het Onafhankelijkheidsplein. En dan gaan we dus dan ook kijken hoe de sfeer is op het plein. Tenminste, wat ik eerder heb gezien, is dat er geen sfeer daar was. Maar ja, in de meantime kan het zo zijn dat mensen zijn gaan... Naar daar zijn gegaan, laat maar zo zeggen. Dus we blijven het even checken. Maar in de meantime praten we met mensen hier over Kitty Kotti. En dat moet het zijn. Dames, hoe gaat het met jullie? We zijn van DTV, we zijn live. U geniet van Kitty Kotti? Jawel. Maar waar komt u? Waar woont u? Nu weer. Oh, nu weer. Ja, nu weer. En jullie hebben ervoor gekozen om dus dan te komen genieten in de stad. Jawel. Wat vinden jullie van de sfeer? Nou, leuk. Goed. Redelijk, het valt mee. Ja, maar normaal hebben we een drukte van je welstand en die vandaag niet. Ja, maar... Nee. Vanwege de COVID. Ja, maar ze moeten ook. Wat moet ik zeggen? Ze moeten ook rekening houden. COVID is niet op, is niet voorbij. Want dat denken veel mensen dat het al voorbij is, maar dat is het niet. Is nog niet voorbij hoor. Daarom moeten ze ook voorzichtig zijn. Maar u geniet wel? Jawel. Okay. Ik ben niet te lang in de stad gekomen, ik ben net gekomen. Geniet ze? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Mooi, dat is gedaan. Ze genieten ook van Kitty Kotti. Live in mijn bromboy, asso en bromi. Dus ik was al een beetje zwart. Nou, zwart niet, maar donker van kleur. Het wordt nog donkerder. Wow. Wat een zon. Maar ja, je hebt liever de zon dan de regen hoor. Dus we genieten van de zon op onze eigen manier. Maar dan kom je mensen met koto hier en allerlei dingen. Hoe gaat het met je? Goed, en met u? Fijn! Het is zo leuk om je in een koto te zien. Met je hoofddoek erbij. Dankjewel. Waarom heb je ervoor gekozen? Ik ben met mijn schoonfamilie, dus... Oké, zij hebben je gebracht in dat ding. Ja. Ik dacht, ik kan niet achterblijven. Ja, maar wat vind je zelf ervan? Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook mooi. Ik word wel veel aangekeken. Kan maar... je wel die dansie doen in die koto? Nee. Heb je het niet geleerd of geprobeerd? Nee. Niet voor jou, no? Nee. Misschien later. Alles op zijn tijd. Je zegt je schoonfamilie, dus je man is een Surinamer. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar hij woont in Nederland, toch? Ja, dus, weet ik wel. Ja. Maar, wat is je boodschap? Als je een boodschap zou moeten geven als Nederlander? Ik zou aan het Nederlandse volk willen meegeven dat het een nationale vrijdag moet worden in Nederland. Dat heb ik ook laatst gelezen ergens, hè? Ze willen het doen, maar het gebeurt niet.
Ja, maar kijk. En de diesels moeten nog komen. Precies, dat wilde ik net zeggen. Dat wilde ik net zeggen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan daarna komt de rest vanzelf. Je voelt je super betrokken bij het Surinaams volk. Ik probeer mijn best te doen. Het moet wel, ik moet mijn man supporten, dus. Ja, veel succes hoor. Dank u wel. Geweldig. Ja, mooi. En de biggest smaak, ga je naar Unu? Mama, ga je? Ga je. Ik weet niet, koto zo. Ja. Dans, wat dans ik? Nog een stap dansen. Ligaro. No, en ook dat no one, no one strana umano desa dos abdans. No stap dansen. Dus je nog leert dansen? Nee. Ben je van hier of ben je vakantie? Ik ben op vakantie. Oh ja, daarom in de Sabdaas. Wat is die boosa? Wat is die boosa? Vooroordeel. Ja, ah, is een vooroordeel. Nee, u heeft me gezegd dat jullie kan dansen. Nee, maar je zegt dat ik in de Sabdaas. Vooral dat, ja. Wat is die boosa, mevrouw? Op zo'n ketikoti als vakantieganger. Wat zegt u? Ik hou van veel liefde, samenhorigheid. En veel gezondheid. Ja, vooral dat, hè? Ja. En mijn land moet gewoon blijven. Want het is mijn land, ik ben hier geboren. Atranga Chiso. Atranga. Maar ook op het terrein. Ook op Muno? Ja. Ook op Muno. Je bent hier dan? Ja, zeker. Miloba houden. Zeker. Maar dansen. Vind je dat dat is? Dansen. Dat komt hier, dat is mijn dansen. Hoor. Mijn vrouw gaat boos worden. Ik ga weg. Hij was leuk om die mensen mee te maken zo. En we hebben haar aan het dansen gebracht. Maar dat is de bedoeling. Meneer, hoe gaat het met u? Hallo meneer. Handenwijk. Ja. Nou, ik ben eerlijk is eerlijk, heb je altijd bewandeld. Echt waar? Jonge mediaman die uit het niks... Ineens in Suriname is gearriveerd en de grootheden in Suriname gewoon gaan interviewen. En je neemt geen blad voor je mond en dat vind ik heerlijk. Dat mag je bij mij ook doen. Ja, dat is DTV 1, man. Dat is DTV. Ja, maar hoe geniet u van Ketikoti? Nou, ik kom net van meneer Maknak, die heeft een hele cultuur ding geweest. En omdat ik zelf de cultuur ben onderricht, ik woon pas 15 jaar in Suriname. En vind ik dat ik moet participeren. Maar om je vraag te beantwoorden. Door meneer Maknak en door zijn lezingen heb ik kunnen ontdekken. Hij noemt het Akumba Thee. Vandaar dat hij bij Riffelplein heeft hij dus daar zijn culturele idee gehouden. Ja. En een goede lezing gehouden. Maar ja, ondanks mijn leeftijd vind ik dat ik mijn kinderen moet opvoeden. Dat ze moeten weten waar ze vandaan komen. Want ik heb altijd een probleem gehad toen ik jong was. En dat ga ik vertellen waarom. Mijn vrienden zeiden van, Ino Blakka. Ino Witty. Iredi, dat peek me op. Ik zeg maar, ik ben Suriname. Ja. Dus Ready Man deed er nooit mee aan cultuur. Maar ik vind dit een bezinning en het geeft mij de ruimte om mijn voorouders dankbaar te zijn voor de strijd die ze hebben gevoerd. Ja. Ondanks het feit dat de blanken supermachtig waren. En... Maar nu zeggen ze van bijvoorbeeld de premier van Nederland moet zijn excuses aanbieden. Dat is nog niet gebeurd. Wacht je daarop? Ik wacht niet daarop. Ik vind de burgemeester van Amsterdam heel... erg moedig om in tegenwoordigheid van de Surinamers haar excuses aan te bieden. En ze heeft in het verlengde daarvan in principe een belofte gemaakt dat wij toch een tegemoetkoming moeten doen aan de nakomelingen van de van slaafgemaakte Afrikanen. Ja. Maar wij zijn zo verdeeld in Suriname dat een wit man, een ready man, halfbloed, hij voelt zichzelf groter dan een blakke man die komt uit het bosland. En dat is het probleem. Ja. Maar ze hebben gebeden vandaag voor de eenheid onder de slaafgemaakte Surinamers. En ik voel mij op dit moment een behoorlijke gedreven door mijn voorouders. Ja.
Ik ben een gelukkig, ik ben een succesvolle zakenman en ik ben een filantroop. Dus ik mag best mijn vermogen delen met de minder bedeelden. Inderdaad, maar dat is een hele mooie zaak. Maar we moeten verder, dankjewel. En wat is heel kort die boodschap? Heel kort die boodschap, we moeten verder. Dat begrijp ik. En ik wil jou ook bedanken voor de eye-opener die je de Suriname biedt. Dankjewel. Succes, hè? Oké. DTV, wij proberen dus daar het werk te doen. En geloof me, het is een werk van een heel team. Vanaf de directie tot de mensen die werken bij het schoonmaken van het gebouw. Iedereen levert een bijdrage aan het succes van het bedrijf. En we gooien dat ding op ons allen. Ja, dat is het mooie van het ding. Mooi. Nog altijd live vanuit de binnenstad van Paramaribo. En we praten met mensen over Kitty Kotti. Wil je echt Kitty Kotti hebben? De vieren daarvan. Dan was het zo dat men altijd aangaf van, u moet in Suriname zijn. Het is wat minder geworden wat de sfeer betreft. Maar geloof me, mensen trekken nog steeds naar de stad. Om dus dan de sfeer mee te krijgen. Er is aan ons gevraagd om te lopen naar Onafhankelijkheidsplein. En we gaan dat ook doen. We gaan dus dan lekker lopen naar het onafhankelijkheid. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Seriously. Seriously? How are you? How are you? You're now live on television. Is dat wauw lopen. Hi boy. Dit is het mooie van dat ding. Ik heb dit al een tijdje gedaan. Dus ik weet wanneer je verder moet en wanneer je helemaal niet verder moet. En ik geniet ook ervan, hè? Vooral de Bokmi. Ik geniet gewoon ervan. Het hoort erbij en dat is de sfeer die wij allemaal hebben. Maar goed, het is aan ons gevraagd om te lopen naar Palmentuin. Nee, geen Palmentuin, het Onafhankelijkheidsplein. Om te kijken wat de sfeer is en dat is wat wij nu aan het doen zijn. We lopen naar het Onafhankelijkheidsplein. En dan gaan we dus gaan kijken wat de sfeer is al daar. Nog altijd live vanuit de binnenstad van Paramaribo. Er is DTV. Hi, goed hoor. Hi. Er is DTV. En we zenden dit dan live uit. Nou, er is niets op het plein hoor. Er is gewoon niets en ook niets op het plein. Misschien kunnen we naar de waterkant. Maar op het plein zie ik niets. Er is geen één activiteit. Ik zie dat er wel wel voorbereiding wordt getroffen voor iets later op de avond nog. Ja, zelfs Roberto weet het niet, dan gebeurt er niets. Weet je, maar... We moeten ijsjes kopen, man. Meneer, heeft u ijsje nog? Ja. Wat heeft u nog? We zijn live, hoor, voor alle duidelijkheid. Wat heeft u nog? Ik heb waterijs, ik heb chocolade en... Eigenlijk moeten we iets met water hebben, hè? Waterijsje. Ja. Hoeveel moet u? Twee? Twee. Dus niet met chocola, maar gewoon water. Wat kost het? Wat kost het? 20 per stuk. 20 per stuk. Boy, dit kost 20 SRD. 20 golu. Per stuk. Oké. En dankjewel. Fijne dag. Ja. Berto. Ja. En dan ga ik een beetje ijsje eten, een beetje praten. Hopelijk vindt u het niet erg dat ik... terwijl ik aan het praten ben, een beetje ijsje eet. Wat dan? Dat smelt nog? Samen, goed bij jou. En jullie redden voor de camera. Maar jullie zijn al op televisie. En dat is dat ding. Ze redden voor de camera, maar ze zijn al op televisie. Mevrouw, hoe gaat het met u? Ben al op televisie, hoe gaat het met u? Oh, goed. U heeft mooi aan. Oh, dank u wel. Speciaal voor Kitty Kotti? Jawel. Gemaakt? Ja, ik heb het al een tijdje. Ja. En ik kies ervoor om in de stad te komen vandaag. Ik kom van het werk. Oké.
Ja. Werk? Ja, we moesten vandaag eerst komen werken. Voor? Administratie voor werkzaamheden moest ik verrichten. Oké. Okay. En daarna bent u gewoon komen lopen in de ja, stad? Ja, komen wandelen, ja. Wat vindt u van Kitty Kotti? Afschaffing van de slavernij. Ja. Vindt u dat u vrij bent? Wel, ik voel me vrij. Mm-hmm. Ik voel me vrij. Ja. Maar dat we vrij zijn, ik voel me vrij hoor. Dus een, ja, ik ben vrij. Mensen klagen over de opkomst. Men had veel meer verwacht van, weet je, is altijd druk zo in jullie. En vandaag niet. Heeft u dat ook zo gezien? Heb ik wel gezien, maar ik denk het kwam ook nog, en het is nog steeds COVID. Mm-hmm. Dus vandaar dat men nog een beetje voorzichtig is. Mm-hmm. Dus dat denk ik hoor. Heb je een boodschap? Wel, ik wens iedereen een fijne Kitty-Kotty dag vandaag. En dank u wel met die mooie klederdracht. Dank u. Mooi, dat hebben we ook gedaan. Dus we lopen naar Waterkant om de sfeer daar te zien. En om te kijken hoe die zaken daar gaan. Altijd live vanuit de binnenstad van Paramaribo. En meteen dat ik zo in Bron reed. Ja, en we genieten gewoon van, ik geniet trouwens wel hoor, van wat ik nu doe. Dus ik baal geen moment. Ik geniet gewoon van alles dat ik zie en dat ik met mensen kan praten. Ik kan communiceren met mensen. Vind ik wel top. En dat vind ik leuk. Faigo. Mide papi. Faigo, de life at TV, no je koi? Ja, me koi. Zijn ik wat foto tide? Ah, tide, keti koti, mi kon koi, mi chai de piki kon loko sani, mi kada, isa yu sabi baka mande. Eh, wat betekent mo bo? Frida Lakso. Oké, oké. Okay. Ja. Maar teken no, no je geniet? Ja, wel. Okay. Sana yu boos ab gala sana, ma na keti koti ya? Ala sama di jau su, sama yu luku, fi afenja kansko ayali azo, futa ayali fi, meke se fi frey. Fi sa kontu fuko fi a shuti ju fi bika wisa ni mi anga yu wedwe da ay mo wiki shuti. Ya taki sa wa. Se yi karto. Hey, thank you. Okay, bye. Meneer Bordeaux, meneer Bordeaux, kan je even stoppen? We zijn live, we zijn live. Maar denk, af je gidoos business, maar wat kent je even toch? Heer Sranai Lukino, Faigo. Ja, ik hoor, is het Sranai, Sranai Lukumi. Het is omdat ik deze niet weet, Heer Sranai. Ja, maar niet. Maar wat is de boodschap hier, meneer Bordeaux? Koti koti. De boodschap is dat ik onder een draai en alle de beloften zou maken. Noa une mek waar. We horen volk gewoon voor de gek. En dat me vindt niet zo stress, isabi. Me kies het ching at die bron, me rij in een foto en je tak. Sma no lai in een foto, omdat moni no def de sma pijbeus. Voorbij one crossie, voor nai one pangi of sang, voor ko in een foto. Dus ik ben een beetje boos, hè. Ik moet je eerlijk zeggen. Daarom moet ik een ronde. Ik kan tegen jou, mijn man, mijn zus, ik heb met een zang kan de. Sami de live, daar. Aweer, maar mijn reiko, mijn lukus, mijn misitak echt. Met je Sami Musgi, met Pratu Amoni, met de nono naar 50.000 voor Prati in een foto. Maar ik heren die zie, de washout naar mij. Dat noem ik, de noem ik me start, dat de mo start, mijn rem. Papa, je wil de washout naar jou? Maar tak samim taki tok wan misreb me kwalo kabol of totok en noa mi no ma me kwar tok kwalo kolo bol of to mi me ki tak kosi to yo jike mi no dan asanda de masa fami de mi na so mi de en te mi tak wan sa sumano fenen bun dai piki mi spreg mi an dat te mo start a word dat dem tante ki mi e mek video in 1 minute to en tak tak video me mek in 1 minute dus mi lau man you na abo bete dat mi no wan tak yo no man tak en tapa moment jaso no no de tapa moment twifel if ya abo bete. Mino man taka sandati mino danga politik san nono nanga partai san eta pa moment ja mino man tegi nak su politik san nono mino man gi antwoord ta pa frag dat moni hon ete ke cool brada I'm live en my geld is lang je geld is lang ja mi moni lang ano man ba en te si mino ko tak politik tori nanga mi moro ya dus ido dia na politik moro mino mino wan tak abra politik nono 2024 25 da wo tak abra sandati. Maar nu de unoman taka brasan dat. Ina in juli er, libwasa gide boy fiere. Ja toch, gide boy voor camera maar op. No, no, dat is pas. Oké. Unoman. Hey, maar bado, teke cool hè? Ah, altijd. Ja, en dat was Money Hunt.
Money Hunt was dat met wie wij gesproken hebben. En dit gebeurt weer. Money praat niet, ja? En iedereen die langs gaat, krijgt geld van Bonnie Hunt op dit moment. Kijk, hij verdeelt nog. Hij geeft nog. Iedereen die langs gaat, krijgt geld van Bordeaux, Bonnie Hunt. En de groep wordt groter en groter van mensen die gaan voor geld. Dat is geen live, deze zijn de dingen die wij meemaken hier in de binnenstad van Paramaribo. Money Hunt houdt het heel verkeer hier vast. Maar goed, dit is wat er hier gebeurt. Bordeaux in de binnenstad van Paramaribo. Maar goed, we brengen iedereen dus, ook Bordeaux. We hebben zijn boodschap gehoord, maar goed, dat was de sideline. We gaan lekker verder. Dit is Waterkant. Dit is de sfeer in Waterkant op dit moment. De hele drukte van je welste in de binnenstad van Paramaribo. En we brengen de live flitsen voor u. En weet het, ik denk dat wij alleen live zijn op dit moment in Suriname, voor wat de media betreft. Ja, maar dat is DTV eenmaal. We zijn alleen nu echt live. En wij brengen de live flitsen hier in Paramaribo. Dus als je thuis bent en je zegt van, weet je wat, Mino, wat voelt het idee? We brengen voor jou de live flitsen. Goeiedag, goeiedag, we zijn live op televisie. Hoe gaat het met jullie? Ja, dat is te gaan, man. Ja, je nyawa mboyo. Nyawa mboyo, toch? Dat is op een lange nyawa mboyo. Je bent op vakantie? Ik ben op vakantie, ja. Super, man. En je geniet? Ben geniet, zeker ben geniet, man. Adé mooi, weer mooi, dus ja. Je weer mooi, ready? Ja, je cultuur in je, toch? Dus ja. Dat zei je gewoon om te pre? Nou, dat wint te pre, man. Nee, waka en luku zei het zo. Ja. Wat vind je van sfeer, als sfeer? Nou, ik vind het sfeer gezellig, ja, zo ja, echt waar, ja. En dan jugu, allemaal die rustig, relax, alles maar en waka en precies mooi. Dus, allemaal sweet, ik vind het. Zijn dat je boskopu? Nou, even alles maar kan liever in vrede, ja, zo in akondre. Dan kan de ukandoan zijn met akondre, kom naar versie is abitok. Want we hebben apotentie dat je alleen, minus abseip zijn dat is mooi, maar we blijven in vrede, in harmonie, dat allemaal echt boven. Ja, man. Hey, thank you, brother. Oké, okay, ja, man. Oké. Okay. En dat is ook gedaan. In vrede en harmonie leven. Ja, u bent al op televisie, mevrouw. Met, dus u gaat er nog erbij. Hoe gaat het met u? Knip het eraf, hoor. Zijn live. Ja, jongen. Met live kan je niet knippen. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja. Een compliment geven. Mag dat, meneer? Laat me u vragen. Gaat u gang. U bent een hele mooie vrouw. Dankjewel. Met een sigaret in de mond. Oh, erbij, ja. Ja. Hey, maar geniet u van Kitty Kotti? Jawel, zeker. Ja, ik geniet ervan. Ja. Volop vrolijke mensen. Mooi gekleurd. Wat ze aan hebben. Ja, nee, ik kom gewoon voor het tekort. Je bent op vakantie? Ja. Ja. Al 4 maanden. Al 4 maanden. Je hebt het veel. Je hebt het ruim genomen. Ja, soms moet je toch extra voor jezelf zorgen. Ja. Jawel. Ja. En je geniet nog steeds? Jawel. Ja. Wat is je boodschap op Kitty Kotti? Mijn boodschap op Kitty Kotti is, gedenk je voorouders altijd, vooral in deze bijzondere momenten. En het is niet altijd feest. Je moet ze bezinnen en herdenken. Ja. Begrijp je? En ja, feestje hoort er natuurlijk altijd bij.
Maar het belangrijkste is, weet wie je bent en waar je vandaan komt. Dat is de belangrijkste boodschap wat ik geef. Wel, de ja. Per dag verder. Okay. En nu mag je verder gaan met. Ja, nee, maar je moet het hier zeggen. Wat heb je gemerkt? Ik heb gemerkt dat er wel veel buitenlanders zijn dan dus in de stad dan Surinamers zelf. Echt. Ja, ja. De mensen waarmee we praten zijn buitenlanders. Ja. Maar het zegt ook heel wat hoor, dat ze van Suriname houden. Want naar voeren misschien. Ja, man. Echt. Nee, maar kijk, de vakantie in Suriname is altijd leuk. Isabi toch? Is altijd leuk, maar de vraag is, je moet wel geld hebben. Ja, dat vooral. Zonder hem niet, maar doe niks. Ja, dat was een bijdrage van Roberto, onze cameraman. Maar goed, ik zei helemaal, we gaan vaker samen de dingen moeten doen, hè? Ja, klopt. Laat ons kijken wat de sfeer hier is. Ik weet niet of er iets hier gebeurt, minuut of 5 staat, ja? Maar ik wil gaan kijken wat er hier gebeurt. DTV, waar televisie? Waar televisie? Kijken anders is. Oh, oké. Waar televisie kijken anders is. En we gaan naar hier. Er is lekker leuk sfeer. Hoe gaat het met jullie? Goed, Zed. Hoe gaat het? Goed. U heeft prachtig aan. Dankjewel. Ja. Speciaal voor Kitty Kotti? Speciaal voor vandaag. Ja. Speciaal voor vandaag. Wat vind je van de dag zelf? Een mooie dag zover. We hebben er weer mee. Ja. Met ons. Hopelijk blijft het zo vandaag. En nu alweer alles maar een sweet man's passie idee. Sommige mensen vinden het somber. Waarom vinden ze het somber? Ze hadden veel meer mensen verwacht in de stad. Ja, natuurlijk. Maar we houden ook nog rekening. We zijn nog in een COVID situatie. Dus we moeten daar ook nog rekening houden. Alhoewel ik geen masker op heb, normaal trek ik hem aan. Maar af en toe moet je toch wel ademen. Ja. Heb je wel een boodschap? De boodschap van Surinamers, hou vol. Voor zij die een beetje struggelen, you know, als je elkaar kan helpen, help elkaar. En heb vertrouwen, het komt goed met ons. Super, ja? Heel optimistisch. Nee. Rine, hoe gaat het met u? Goed, hoe is het? Ja. Dat mas passie, zou je denken? Dat ik iets toe voor jullie. A eerste wang, na afasifa historia waka. En afasifa, den die ben there before. Teki katibo. Dan ajisari aji takurufiri. Maar dan ook godoro. Dan anana kejama kejam poleru nu. Takumu lusu sahatu nu. Bika wina bende bende before bende bende. So afu lusu haladen hogri prakseri. Lek libisma. Mine taksozo. Voeden brakawa met dat voor halalibisma. En toen lusu de ogenblik serie. Te den die doe. De weti wan shi. Taki den foto. En den lusu. Da wan day. Generatie baka unu. Sa ervaar. Taki vrede de mogelijk. Maar voor komiti vrede in haar hergrond tapu. En wel makkelijk en dan wel schat passie. Toluku sernang dan de piri moksi. Bikawalo sanego fout. En de mofina wang sang bifeji in groepu. En mi persoonlijk tek fesi in tori. Bikam mi ben feni. Dat ik met mopo uit de mofina wang. En ik ook kassie de door man doen aan de mofina wang. En dan wakker ik voor bewani, maar meki moeite. Maar sabe si no no. Absala so be saba fesi. So bu wan dry wan change in mukong. En dan met ik ook kassie disi. Utak na nga a regering. Omdat Awins van je draaien kon, de regering de verantwoordelijk die alles heeft zijn in na kondre. En ik heb chief dat hij, ik bekel,
een boomvoer ervaring, want mijn feit vanaf mijn 18 jaar. Ik bijna alles aan mee naar Kondredisie. Ik maak Tigri mee, ik maak onafhankelijkheid mee, ik maak revolutie mee, ik maak coup mee. Ik heb alle posities behalve minister, behalve president. Dat met tegen de regering dat we Archie schief dat hij het tak naar jou. En aan het trobuwe meki. Maar als passiva hij gewoon naar de mowina van voor mij, mijn vier boom. Zo moet draai aan uw paar naar boto. Meki de mofina van café nieuwe lekti. Dat we een beetje jou regering. Respect je vast we een beetje jou. Draai aan uw paar naar boto. Bekan de mofina van voor mij, pina true true. Dat me gewoon dat je dat aan je. Dat me versterkt. Hala, hersen dan. Ja, maar speciaal toe den brakabuba. Bika brakabuba teki. En brakabuba kanji. Maar we wakiti. We beji wa pasensi. Maar wa potensi toe. Wa pasensi. Dat meki me versteri ala den brakabuba. En met accident voor de notang nomo na prisiri denki. Maar met die denki de wakan ofesi. Die vieren na katibo. Sting fasi, jeje fasi, alla fasi. Bikatena deifti de. We vieren. Wat katibo na wasan san de voor eeuwig. Dat met me jero wet manta kabakara kondre die manta in wa uitzending. Taki. Do dusa den kan do fu sava pe want sam say no mam dry kombaka e money no ma losa problem ook to op ma monika saf saving a monika saf saving meku leri sabi sang we for others do sta en pe ook napu sumana unu poku mopo watum fenus revi en tenanga no we sukete. Grand Tangi. Jammer. Mooi. Duidelijke taal van meneer René. Anders zou het niet kunnen. Hij is heel duidelijk en open over de slavernij. En hoe zaken verder gaan. We gaan even checken wat we hier zien. Er wordt muziek gespeeld hier. De sfeer in de binnenstad van Paramaribo. Is een kawina ben, hè? Is een kawina ben. No, ik wil niet zomaar zeggen, want ik... Kawina, oh ja, Kawina. Is het Kawina? Kawina en Kassiko wordt er gespeeld momenteel. Oké, okay. Jawel. En hoe lang spelen ze al? Ze spelen al zeker. De 8 uur komt MBB 9 uur en dan wordt het dan doorgetrokken misschien tot 7 uur. Okay. En als het misschien... Ik denk dat ze dan daarna verder zullen gaan naar het Palmentuin, als ik het goed heb. Dat ja, want Palmentuin is saai. Is saai, ja. Ik vind dat dit jaar een beetje de sfeer is gezakt. Een drop, ja. Ah, ik kon nog niet door, als je begrijpt. Maar ik zou u dan bedanken voor die mic. En ik kan dan verder gaan met uw reportage. Ja, een fijne dag. Ik ga dit. Hai. Black Amande, et Yuli, la
Primande. DTV live vanuit deze plek en we praten met mensen over de dag en dan zie je ook de sfeer die er hier heerst en waar mensen dus dan op hun eigen manier muziek maken, blij zijn, mensen genieten van hun dag en dat gebeurt natuurlijk hier alleen en alleen hier bij DTV waar televisie kijken anders is. Ja. We lopen terug. Ik denk dat we over enkele minuten deze live uitzending gaan beëindigen. Ik denk dat wij genoeg hebben laten zien van de sfeer in de binnenstad van Paramaribo. Mevrouw, hoe gaat het met u? U wilt niet praten. U bent live op televisie op dit moment. Hoe gaat het met u, mevrouw? Het gaat goed hoor. Ja, u bent zuur goed aan het kopen. Dat klopt. Ja? Ja. Dag. Wat vindt u van de sfeer in de stad? Ja, gezellig. De eerste keer dat ik het bewust meemaak, dus ja, leuk. Je bent vakantieganger? Ik ben een vakantieganger, ja. Ja. Is het uw eerste keer in Suriname? Nee, maar ik ben voor het eerst na 10 jaar weer terug. Dus. Wat vind je van de sfeer? Gezellig, zeker. Geniet dus? Absoluut. Wat is je boodschap? Kom plezier maken. Ja. Dat zeker, kom ervan genieten. Ik kan het wel vertellen, maar je moet er zelf bij zijn, want dan weet je, dan weet je echt hoe het is. Ja. Dankjewel. Ja, is goed hoor. Fijne dag. Mooi zo. Dat is gedaan hier. Dit is DTV live en nogmaals live vanuit de binnenstad van Paramaribo. En we zijn er live uit. We lopen terug naar onze auto. Dat wil zeggen dat we, als we zo ver zijn, dan gaan we dus dan uit deze live uitzending. We hebben heel veel mensen gezien, heel veel mensen tegengekomen, heel veel mensen gesproken, van topmensen in het land tot gewone burgers. We hebben Bordeaux ook gehad, die zijn mening heeft te geven over het land en dat hij vindt dat zaken niet goed gaan. Weet je, hij heeft alles zo een beetje geëtaleerd en dat hebben we dus daar ook meegenomen. Tankabassi! No, dat tak niks. DTV live vanuit de binnenstad van Paramaribo. Maar toen go, aboy voor Biggie, appa voor Biggie Boy. En we lopen naar deze man toe. Hij is vader van Biggie Boy. We hopen met hem te praten. Meneer, hoe gaat het met u? DTV, we zijn live. Hoe gaat het? Ja, ik ga het zo. Ja, nou, zomaar maar in de samenleving. Vader van Biggie Boy. Ja, ik ga mooi. Maar je viert de pafoot Biggie Boy. Ja, met de trots, ik heb het ook. Maar met de silent, ik heb het ook. Naar de star ook zo, ik heb het ook. Dat is een homeboy kom. De twee, ik heb het ook. Met de trots. Boy, maar je bent fetti? No. Maar dat ben papa, je bent fetti? Nou, Sammy, mijn omu. De worstel fetti. Dat is van oma te kijken. Ja. Ja.
Maar je maar last van lees. Ja, in een verschuldig toch. In een verschuldig, natuurlijk. Is heb het ook. Maar ja, had je in een game toen. Last van winnen, all in the game. Is heb het ook. Ja. Maar ik paai het, kan je het aan last van lees? Ja, zeker, zeker. Ja, toch. En mijn onkel, dan ben ik bij ja. Ik heb het voor jou, man, toe. Maar dat zou je tegen mij voor mijn lassie wel lezen. Ik kan mijn lassie. Zou je power aan mijn bakken? Mijn power is altijd. Mijn power is altijd. Wat zou je tegen mij? Ja, die man is een strijder. Ja. Ja, ik geef niet op. Ja, we zijn trots op hem. Ja, ja. Ja. Dus, atraf het die? Ja, zeker. Abou je nacht zeker? Je gaat veel hem zien. Ja. We praten niet veel, je gaat zelf zien. Kom goed. Recht trekken. Ja, ja. Ik heb een foto leren, ja. Ja. Isabi toch? Oestere februari zit dat maar weer niet, Isabi toch? Ja, mijn naam is Fusernaam. Isabi toch? Mijn naam is een legend. Ja, Amandoro, Isabi toch? Met de trots, Isabi toch? Gisteren aan de trots, Isabi toch? Als ik naar open doe, maar ik kom elkaar. Oké. Ja toch? Hey, power hè? Ja, lobby hè? Dank je, lobby. Hi. Er is de vader en oom van Biggie Boy, met wie wij gesproken hebben hier. En ze zijn trots op Biggie Boy, wij ook. Weet je, het is al in de game, La Finanga Wini. En dat hebben ze ook aangegeven. Dat is mooi om te zien. En dat gebeurt allemaal hier, live, DTV. Als je ons ziet en je bent in de stad, je wilt in beeld komen, je wilt iets zeggen, laat ons weten. Dat is ons werk. We willen mensen zoveel mogelijk spreken en horen wat mensen allemaal vinden van Kitty Kotti. We zijn al een tijdje live. Laat me kijken hoe lang we al live zijn. We zijn al 1:20 live. Dat is lang, Bert, toch? Ja, sowieso live, zeg maar. Ja, maar op zo'n dag kan het wel, toch? Mag het wel, toch? Ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Je weet niet. Nee. Dat niet. Hoe gaat het met Dimio? Want ik heb niets van hem gehoord van hem. Misschien heb je informatie voor ons. Het is confidentieel. Confidentieel? Zo! Nou, maar goed, ik wil deze mevrouw spreken. Hè? We hebben haar nee, nog niet, hè? We hebben haar nog niet gesproken, hè? Of wel? Ja, het is van diezelfde groep. We gaan deze heren vragen om iets te doen. Kom. Kom, Longo, ik de man. Live vanuit de binnenstad van Paramaribo, is DTV. Hey, Faygo. Waait die aan, hè? Ja, hoor. Hoe doen we aan het zijn live DTV, live? En we nu kijken, Lukuja. We komen met Smailuku, 548 Smailuku, no. Hoe doen we aan het doen, hè? Live? Nou, moro van, het is een moro van een minister. Nou, pardon? Een minister. Het is een minister culture. Oh, te dat pardon, hè? Ja, hoor. Oké, maar, a koko nasrana of witte nasrana? O, witte nasrana. Ja, hoor. En hoe lang ben ik, wat? Boy, I think ITR. Okay. Jawel. Per play. Alleen tap de soort die we play. Wat zei? Nee. Alla soort poko pre. En alla seisrifi. Okay. Wees wat dit is aan je, wees maakt nu uit. Okay, we play. Ja, yeah, helemaal. Nou, hier Biggie groep, heeft Miluka groep nou? Ja, 100%. 100. Ja, wees maar zij dansen in haar groep toe? Yes. Okay. Voor ons mag zij dansen. Okay. Thanks, hè? Oké, is goed hoor. Doei. Dat is live, we hebben gesproken. Van de karagroep? Shushuben. Shushuben. En Shushuben, daarmee hebben we gesproken. Live. DTV, waar televisie kijken anders is. En waar wij dus dan de informatie en de sfeerbeelden, de flitsen, we brengen die zaken voor u. Dat is ons werk. En we vinden het fijn om dat elke keer. Ah, we moeten ergens eten kopen, joh. Gaan we dat live kopen of gaan we net... We gaan live kopen, hè? Wat gaan we kopen? Bami? Mevrouw, is uw eten lekker? Wat zei je? U denkt het. We zijn live op televisie. Op dit moment kijken heel veel mensen naar ons. We willen uw eten kopen live. Wat kost een lumpia? 15. Gaan we eerst die lumpia proeven. Oké, geef ons 2 lumpia's. DTV is live. We zijn nu live. Ja, doe apart, want ik eet niet samen met hem. Huh?
U reist er niet, maar dat is niet. Dat straat, dat noemen dat straat, maar. We zijn er voor de mensen, zegt Roberto. Van, komen wij nog? Hoe laat waren we weg? Ik denk 8:00, nee, 9:30. 9:30, 10:00 waren we weg vandaag. Nee, maar, s'avonds. Ja, maar, ook aan Pieploek zei je doen? Live. Hoe mag Pieploek zei je doen live? Ja, ja, live. Ja, man! Hier? Alles is vers. Dus de menja na vers, vers. Is hij al bij? Nasi of. Nasi no? Dan zit Nasi Guno. Nog altijd live vanuit. Je weet dat ik. We zijn anders, hè? We zijn echt anders. Normaal zou je dat niet doen om gewoon eten live te kopen, maar we zijn echt anders. Sorry. Waar televisie kijken anders is. We kunnen niet. We kunnen niet. Jij gaat alleen loopje nemen, en daarna. Nasi. Nasi. Ja. Nee, maar echt, je houdt van het nasi eten, no? Ja, is wat nasi. Ik zwaar! Overal waar we gaan, luister, luister. Overal waar we gaan, wil hij. Nasi, nasi, hij wil nasi eten. Hij wil nasi eten, oké. Abu Yara. Sorry, wanneer je zegt nasi, dan kan je dat je naar Sarama. Alla Sarama in je nasi. Ja, ja, ja. Ik denk van. No, maar het is een. Nee, maar look at the Amataki. Alla Sarama in je nasi. Nou, mina was er naar toe, dus. Je maakt nasi niet. Ik nasi is je model, toch? Je maakt nasi. Hé, jullie zijn gek, boy. Hey, wie helpt me hier? We gaan bestellen, dan komen we het later halen, hoor. Nee, ik pas zo. Oké. Dit is DT. Wat zei je? Ja, met peper. Zonder chapar, met chapar. Zonder chapar. Jullie verkopen geen boyo, want hij ook over boyo. Oh nee, oké. Okay. Iemand vraagt in de live, wat eet je, witte nasi of bruine nasi? Bruine nasi. Oké, okay, hij eet bruine nasi. Oké. En bruine nasi zijn stakrio. Nee, vertel, wat is dat? Witte nasi is blanke mensen. Uh-huh. En bruine nasi zijn stadkrio. Oh. Dat wist ik niet, maar goed. Dan weet ik het. Dan heb ik het vandaag geleerd. Ja, we gaan het meenemen, hè? Oké. Okay. Niet veel saus, klein beetje saus erop. Goed zo. Ja, jij wil veel saus hebben. Nee, voor mij is goed. Voor mij is zo goed. Twee nasi bedoeld? Twee nasi moeten wel, ja. Wat kost het? 60 SRD voor die nasi. En mijn oom of mijn neef, Karim Marco, die kijkt ook en die zegt, Jeremy Dreeg. Ik zeg niets. Ik heb alleen gezegd van, dat die jongen van nasi houdt. En hij heeft ook beaamd dat hij van nasi houdt. Dus eigenlijk ligt het niet zo veel bij mij. Hey, die mensen willen je zien. Veeg je gezicht mooi, dan ga ik jou in beeld zetten. Veeg je gezicht mooi, dan ga ik je in beeld zetten. Want die mensen willen die nasi eter zien. Oké, okay, kijk mensen. Hij is het. Het is niet die nasi die jullie denken. Maar. Welke nasi denken ze? Hey. Nu begin jij, want wij spraken over de nasi die hier gemaakt wordt. Nee, maar de manier hoe jullie praten lijkt het op een andere nasi dat jullie over een andere nasi hebben. Welke nasi doen wij? Welke? No span. No span. Een van de beste cameramannen die wij hebben bij DTV. Ai, mooi. Maar goed, we moeten dus dan betalen 2 x 15 plus 2 x 60. 60. 150 nog? Ja. Zo, DTV waar televisie kijken anders is. 150 voor u mevrouw. Ik heb u veel gegeven. 150. Ja.
Wat zei je? Ja, het servetjes voor ons. Maar we gaan niet kunnen lopen. Kijk, weet je wat we doen? U moet het voor ons houden, mevrouw. We gaan even naar daar, dan komen we terug. We kunnen jullie vertrouwen, dan op nek nek in een jadok. Hey, let op een jaar. Geen saus op die nasi. Geen saus. Hey, hij wil saus op zijn nasi. En we komen zo straks aan. Hey, mooi, dat hebben we dus dan gedaan. Dat is een joke hoor. Dat is echt een joke even. Maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij. DTV live vanuit locatie. En we zenden uit en we maken ook jokes. Weet je, dat ding moet leuk blijven. Gaan we oversteken? Ja, dat ding moet leuk blijven. En dat gebeurt natuurlijk ook hier. Live vanuit de binnenstad van Paramaribo. We gaan zo deze live uitzending beëindigen. We gaan zo deze live, want we gaan echt niet meer in Palmentuin. We gaan deze live uitzending dus dan beëindigen. En dan gaan we eruit. Dada, hoe gaat het? Heb je dat? Ja. Oké, goed zo. Mooi, dat is goed. Ik hou van brasas. Maar goed. We gaan deze live uitzending beëindigen. Vanuit deze plaats. Wij bedanken u voor het willen luisteren en kijken naar ons. Mede namens mijn cameraman, dat is Roberto Omskerk, met wie ik een hele goede tijd heb gehad in de stad. We hebben genoten van de mensen, we hebben genoten van de sfeer in de stad. En nu is het tijd voor ons om dus dan deze live uitzending te beëindigen. Nogmaals bedankt voor het willen kijken. Een fijne Kitty Kotti verder, zorg ervoor dat je blijft genieten van de sfeer thuis, maar ook de sfeer op straat als je op straat bent. En later op de avond zullen er zoveel activiteiten zijn, dus geniet ervan. En maak de dag tot een mooie dag. Ik ben Gerald Harderwijk. Mede namens Roberto Omskerk, de nasi-eter. We zijn er weer een andere keer. Dag.